Hallo, ik ben Saakje en ik ga een yoghurtcake maken met merengue en lemon curd. Hiervoor heb je nodig 1 pak koopmansmix voor yoghurtcake, 200 gram volle yoghurt, 3 eieren, rasp van 1 citroen, voor de merengelaag 3 eiwitten, 150 gram suiker, 75 gram poedersuiker en een snufje zout, en voor de tussenlaag 200 ml slagroom en een potje lemon curd. Ik heb de oven alvast even aangezet om voor te vormen en 2 roosters in de oven geplaatst, zodat je zo 2 taarten tegelijk kunt bakken. Deze taart, yoghurtcake, bak je in 2 springvormen van 24 cm. En het is makkelijk om het even te bekleden met een stuk bakpapier. Ik heb een vierkant geknipt, die druk ik eerst op de bodem. Dan doe je de ring weer een beetje open en heb je nog 2 stroken. En die plaats je zo in de rand, zodat je die niet in hoeft te vetten. En deze zet je vast en dan kun je je blik gebruiken. Nu ga ik eerst aan de slag met een merengue. Hiervoor heb je alleen de eiwitten nodig. Van de eiendooiers zou je eventueel zelf de lemon curd kunnen maken. Deze eiwitten klop ik op met een snufje zout. Zodra het eerste witte schuim ontstaat, kun je een beetje suiker toevoegen. En voeg dan steeds suiker al mixende toe, steeds beetje bij beetje. Dat is echt belangrijk. En als je dan lang genoeg klopt, dan is alle kristalsuiker opgenomen. En dan mag als laatste de poedersuiker nog doorheen. Deze spatel je er nog doorheen. Nu kan ik het yoghurtcakebeslag maken. Ik weeg eerst de yoghurt af. Dat is wel echt belangrijk om te doen. Dan mag de mix erbij. Citroenrasp en de 3 eieren. En dit mix je dan ongeveer 3 minuten op de hoogste stand tot een mooi luchtig beslag. En dan na 3 minuten kloppen ziet het beslag er zo mooi luchtig uit. En dit verdeel ik over 2 blikken. Verdeel dan de merengue over de 2 springvormen. Ik vind het makkelijkst om dat te doen met 2 lepels. Dus je kleine dotjes schep je erop. En die strijk je dan weer een beetje glad, zodat je van die mooie pico krijgt. En dan mogen de cakes de oven in. Bak ze in ongeveer een uurtje gaar. Na het bakken en het afkoelen zien de cakes er zo uit. Haal dan de ring los en pel dan voorzichtig het bakje eraf. En leg dan de onderste cake op de schaal. Dan mag er de opgeklopte slagroom op. Ik heb deze ongezoet, want de taart is van zichzelf al lekker zoet. Dat is niet nodig. Dit verdeel je. En dan mogen wel dotjes lemon curd op. Ik heb die in een spuit ook gedaan, zodat je het mooi, nou ja, een beetje makkelijk kunt verdelen. Zorg in ieder geval dat je wat overhoudt voor de bovenkant. En dan mag de bovenste laag erop. En dan maak je het nog af met wat dotjes lemon curd op de bovenkant. Zo maak je dus een yoghurtcake met merengue en lemon curd. Kijk voor het hele recept op koopmans.com. Veel plezier met bakken!